Dit is een opgenomen sprong van Bolshakova. Svetlana Bolshakova in het hinkstap springen. Met haar verkorte aanloop. Ja, daar zit nog geen snelheid en geen kracht achter. En het is niet in de buurt van de 13. Nee hoor, 12.85 op dit moment staat daarmee zesde. Bovenaan is nog niks veranderd. Ja, het is meedoen. Maar ja, hier moeten we niet dromen van een minimum. Nee, absoluut niet. Niet van een Belgische kort. Sandra Svenne kan nog even gerust zijn. Ter kort zal hier niet sleuvelen. In deze fysieke conditie kan Bolshakova weinig moois laten zien. We gaan kijken naar een sprong van Bolshakova. En zou dat een verbetering geweest zijn? Daar, de aanloop zit nog niet goed. Het is een verbetering, inderdaad. Het is 13.47. Haal ik toch nog eens dat Belgische kort erbij van Sandra Svenne. 13.66. Als je de aanloop ziet, de afsprong, zit er nog zeer ruime marge op, volgens mij. En dat is hoopgevend voor de zomer. Terwijl de stiepel een Keniaan, Kosgei, Bolshakova. Interessant toch om te volgen nu. Dat is de korte in het achterhoofd, want het gaat beter en beter met haar. 13.47. Haar laatste poging. We lopen nog altijd maar op een zesde plaats. Ik dacht, ja, rode vlag. Was toch thans iets betere sprong. En hier dan. Gaat het dan gebeuren? Wie zorgt voor het Belgische record?